Jan-Julien Hop, vandaag verkozen tot man of the match. Je maakt ook de 2-2, maar dat interesseert je waarschijnlijk geen zier, hè? Nou ja, ik ben wel blij dat ik een goal maak. Niet met lege handen blijft achter. Maar we hadden gewoon 3 punten nodig, zeker de aankomende periode. Het is belangrijk dat we 3 punten pakken. Dus 1 punt kun je wel in principe mee leven, omdat je met een 2-0 achterstand dat weer recht maakt. Maar in principe wou je dat gewoon. Ja, goed, Urk komt binnen 4 minuten op 0-2. En dan lijkt het eigenlijk alsof VVG een verloren wedstrijd speelt. Jullie komen wel vrij snel op 1-2 met een mooie combinatie die Usama afrondt. Ja. Maar jullie hebben echt niet de wedstrijd naar je hand kunnen zetten. Hè? Hoe kwam dat? Nou ja. We zetten na die 2-0 zetten we goed de schouders erop. Dat is het enige wat je kan doen. En dan een paar onvertogen woorden naar elkaar. Maar dat wordt gelijk afgekapt. Dat hebben we helemaal niet nodig. Dat kunnen we ook niet gebruiken op dat moment. En dan, wat ik zeg, de schouders eronder. Het enige wat je kan doen is het weer goed maken. Want als je na 4-5 minuten al 2-0 achter staat, dan doe je het niet goed. Ja, gelukkig ook goed dat we dat gedaan, zeker in de tweede helft. Ja, doorgetrokken. Ja, tweede helft, hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer kansen je eigenlijk kregen. Jij maakte op een gegeven moment uit de vrije trap van Martijn heel mooi de 2-2. En ik denk dat jullie daarna nog 4 of 5 kansen hebben gehad om 3-2, hè? Maar hij viel niet meer. Nee, je ziet dat Urk die speelt een bepaald powerspel, dat houden ze niet de hele wedstrijd vol. En als je dan met die ruimtes goed gebruik maakt, vaak een goede opening, dan moet je jezelf eigenlijk wel belonen met al die kansen die je hebt gekregen. Dan. Uiteindelijk dan, 2-2, een gewonnen punt of 2 verloren punten? Hoe voelt het nu? Nog steeds als 2 verloren punten, zeker. Kijk, uiteindelijk als je de wedstrijd bekijkt, dan ben ik blij dat we terugkomen. Maar omdat we begonnen met de intentie om 3 punten te pakken en uiteindelijk ook met gezien de kansen, dan staan we hier wel te bouwen.